Elke saga, elk verhaal, ieder sprookje en legende, al wat er geschreven is. Houdt opnieuw in elke taal, gaat uiteindelijk over liefde, of daarvan het gemis. Dus kijk maar snel, jij lillebel, soms is het er de hemel, soms ook hel. Het is bij Bulke binnen echt, vaak in groot drama, dat zie je zo ook wel. Dus ga er goed voor zitten en kijk nog maar een keer naar pittige Bulke tijden. Mijn god, wat wil je meer? Ja, ik moet snel eten. Dus ik eet met z'n vark, want ik krijg zo'n bezoek. Zweren dat ik wat hoorde, wat is er toch aan de hand? Dan zou er niks zijn. Kijk eens, dames en heren, dit is nou mijn vriendje Mark. Hallo. Hallo. Ja, oh, ik hoor zoveel van jou. Dan hairspray, that's me. Maar het is empty, dus ik heb er niks meer aan. Ik vraag me af waar het barpersoneel is. Van ik wel lekker op elkaar de rest. Ik heb hier like, heerlijk gedanst op de dansvloer met al mijn vrienden en vriendinnen. Maar ik zei, ik ben dehydrated. Ik moet nu echt een drankje. Een lekker op elkaar de rest. Hi Dave, ben je er weer? Kevin achter de bar. Nou, oké, okay, dat is weer een nieuw van mij. Wat wil je drinken? Doe mij maar een Bacardi Ras. Wil je me geen nieuwe liever noemen, alsjeblieft? Bacardi Ras. Zo. Lekker, lekker Bacardi Ras voor. Bijna, vriendje. Kijk eens. Van mij. Gratis. Free of touch. Dat vind ik wel aardig. Want ik heb natuurlijk geen muntjes gehaald. En ik krijg altijd alles gratis van mijn vriendjes en vriendinnetjes. Ja, van je vriendje. Café, niet doen. Bah. Ik was zo gonna have a BF. Wat drink jij lekker? Yummy. Ik ga even weer naar de dansvloer. Sorry, Kevin, maar... Gaan we dansen, lieverd. Dave, je kan zorgen dat... Oh, wat is het weer lekker. Oh. Ja, dat is van de echte Raymond gekregen. Dat vind ik dus heel fijn. Ja, dankjewel nog, Raymond, als je kijkt. Oh ja, en Danny, ik hoef jouw kaartjes niet. Ik word helemaal gek van jou. Ja, ik word heel tijd gestaan op Pascal. Ja, Jokke. Alex! Je bent op bezoek. Je trekt maar rond aan beneden. Dan met je wel niet onder de bank wegkomen. Oh, met je is ook altijd zo pak als ze de... Als ze de... Als het de milk en chocolade in de baden schijnt. Dan is het geen Remy moment meer hoor. We krijgen helemaal geen punt. Je moet niet meer lachen als ik een grapje maak. Of niet. Wacht even. Mitch is altijd zo bang. Als er milk en chocolade in de baden schijnt. Nou, Pascal, wat vind jij? Nou, dit lijkt net op een jongen. Nee, nee. Sorry, dat is niet grappig. Je mag het proberen, man. Ik had er niet om lachen hoor, Pascal. Ik vind je een beetje vreemd. Je riekt ook een beetje. Hij riekt een beetje. Hoor je dat dan niet? Ja, nee. Het gaat niet goed met Pascal. Volgens mij gaat hij zo goed met jou, Pascal. Ik weet niet wat het is. Het zou toch aan de hand zijn? Allemaal geluiden. Laten we even kijken naar Mitch. Mitch! Ik vind Mitch gewoon dikker geworden. Mitch is dik, hè? Jongens! Nou, wie? Alex valt niet ver van de bank. Inge, ik ben thuis. Hallo, wat ben je aan het doen, schat? Oh, wacht, ik kom er even bij. Nee, er is niks aan de hand. Wat is het dan, schat? Wat doe je hier? Even schoentjes uit. Hop.
heb geramen gelapt. Wat doe je, schat? Ik ben gesteld. Weg jij. Ben je ongesteld? Ach meid, het is vreselijk. Ik heb hier nog ergens een Tina-lady voor je. Ja, dat... dat is mijn vriendje, Mark. Hallo, Mark. Hallo. Oh, kijk, hij zegt hallo terug. Nou, ik... aangenaam kennis met u te maken. Aangenaam kennis. Ik ga... Privé! Ja, ik ga me even verschonen. Ik vind het vreselijk. Oh, niet roos. Kijk, schat, wil je mijn type zien? Wieuw! Dames en heren, welkom bij het weerbericht. Ik heb een tiefmiegel! Oh ja! Oké. Okay. Een weerbericht van pittige bulkentijden. Het is geweldig. Vandaag het weer. We hebben in het zuiden een postnatale depressie. En daardoor is er een hele kleine kans op een regenbui. Maar die komt nauwelijks voor. Dat kan echt niet hoor. Terug naar de studio. Inger is weg. Oh, ik heb die geile vriend gezien. Het ligt de hele dag in bed. Het zegt vrij weinig. Nou, wat wel een man als ik nog meer. Joe, zeg. Heb je het ook zo warm? Ik kom even bij je zitten hoor, want ik moet even met je praten. Weet je zeker dat je... hetero bent, hè? Snoesje. Ja, je zegt niet veel, hè? Je moet wel stil, hè? Ja. Take me. Oh, oké. Nou, ik wist het wel. Alle mannen die mij zien worden spontaan homo. Oh, ik ben natuurlijk wel bottom. Wacht even, ga ik even op je zitten, schat. Sjaaltje. Oh, asociaaltje. Oh, wat een geweldig beest ben jij in bed. Oh, ik moet echt een peuk hebben hoor. Ik kan veel zeggen, ik heb veel kerels gehad, maar je bent toch echt wel de beste. Goed. Ik hoor wat. Ik hoor wat. Nee, dat is Inge natuurlijk. Zo, 50 kratten pint voor over de week. Dan zullen we nog eens even voor al die homo's die aan de wijn zijn, nog eens 200 flesjes wijn bestellen. En Alex heeft WKD gedronken, dus moet ik een flesje waarbij. Laura! Waar haal je al het geld vandaan? Een paar weken geleden was je nog arm. Hoe kan dit? Ja, papi, ik heb ze goed bedreigd. Ze hebben mij betaald. Volgende maand zullen ze zeker weten ook betalen. Met ons valt niet te spotten. Ja, tot ziens, papi. Zo, dat heb ik even goed gedaan. Het is tijd om weer naar mijn vrouwtje te gaan. Naar Bulke. Ik ben gered. Van de afgrond van het ravijn. Ik denk, ik spring er niet in. Ik val er niet in. He? Vallen, weet je nog, brug? Ik ga mee weer naar de macht toe werken. En dat is me gelukt, zoals je ziet. Ik ben weer rijk. Ja, maar ze horen allemaal in de bulken wandelgangen dat jij Goray hebt verleid. Dat je stiekem helemaal niet van Goray houdt. Misschien hebben ze wel gelijk, misschien niet. Begrijp je dat dan niet? Goray is van de maffia. Als je hierachter komt, dan ben niet alleen jij, maar jouw kind, ook mijn kind, in gevaar! Nee, wat is dit? Een sigaretje ontspan, want volgens mij is je bloeddruk veel te hoog, ratje. Vind gek, jouw levensgevaar, ja. Dat is hoog! Hoger dan hoog! Ik weet niet of je het weet, maar jij hebt me laatst ook een levenswaar gebracht, dus kan me dat niks schelen! Dus een ruwe diamant kan het allemaal weer niks schelen, dames en heren. Ik neem nog een slokje van mijn pintje. Ik denk dat Goray veel gevaarlijker is. Oh ja, en 3 flessen cola, light. Oh! Maar 3.
300. Lorai. Ja, jij moet heel goed luisteren. Laura is niet te vertrouwen. Laura is mijn vrouwtje. Zij werken bij die Unirit. Zij nooit leven. De tijd dringt. Jij moet hun zorgen, maar krijgen die wolken terug. Anders Laura niet lang meer leven. Wij haar gieten in baksement. Mijn vrouwtje. Is dat duidelijk? Jij moet hun zorgen, maar krijgen die wolken terug. Nee, dat is eng natuurlijk. Wat is toch aan de hand?